Goedenavond. Ik ga een opende vergadering. Dat deed ik met een ferme klap. En vooral ook om u erop te mogen attenderen dat vandaag onder ons een jarige is. De heer Gerrit-Jan Veldhuis. En hij heeft, omdat hij jarig is, heeft hij beloofd dat hij een hele feestelijke bijdrage zal leveren aan deze algemene beschouwingen. En dat hij niemand moeilijk zal maken. Dat heeft hij beloofd. Hyperpiep, hoera. He? Dankjewel, Gerrit-Jan. Ja, alsjeblieft. Onvoorstelbaar dat je weer een jaar ouder bent. Naar agenda punt 2. Nou, even vooraf, dames en heren, zou ik u toch voor de zekerheid nog even het volgende mee willen geven. U, ongetwijfeld weet u het en is het helemaal overbodig, maar we behandelen ook natuurlijk de belastingverordening en de afvalstoffenheffing. En die hebben we betrokken, als het goed is, in onze beraadslagingen tot nu toe. Dat gaan we straks niet nog een keer apart doen. Ik heb van gemeentebelangen gehoord dat zij daar in principe mee akkoord zijn met beide. En ik heb van andere opmerkingen gehoord over de hondenbelasting. En meneer Veldhuis van u, maar ik geloof ook van de heer Nijkamp. Maar ik zou u ook echt willen vragen om dat inhoudelijk nu allemaal mee te nemen, zodat we dat straks niet nog een keer apart hoeven te bespreken. En de heer Wildvank had aangekondigd te laten zijn. Maar dat waren echt maar 5 minuten. Hij is er nu. Dank u wel. Meneer Wildvank treedt binnen in de vergadering. En dan zijn we compleet. Mag ik voor de tweede termijn de fractievoorzitters uitnodigen? U krijgt 5 minuten. Dat is waarschijnlijk voor gemeentebelangen genoeg. Ik krijg 5 minuten spreektijd en u mag dit keer van achter het katheder. Meneer Raamaker, ik geef u het woord. Voorzitter, dank u wel. Nou, in ieder geval bedankt voor de beantwoording van de vragen. Als college, maar ook het ambtenarenapparaat. De thema's uit de laatste 2 raadsdocumenten te weten als een duurzaam, zorgzaam, leefbaar en zelfredzaam snijden nog steeds hout. Het is opmerkelijk dat de beschouwingen op een aantal punten nog steeds een gelijk opgaand karakter weergeven op de onderwerpen en die we weer onder de aandacht brengen bij het college van BMW. Neem bijvoorbeeld het onderwerp duurzaamheid. We melden in onze beschouwing de genoemde 100.000 euro overeind te willen houden en inzetten door de post duurzaamheid. Het is een belangrijk onderwerp waar we structureel geld voor vrij is en moet blijven. En door enkele onvoorziene aanpassingen in de totale kosten dreigen we nu incidenteel in de min te komen. Dit gaan we oplossen door een belangrijke structurele post te schaven terwijl er structureel helemaal geen reden voor is. En via een amendement samen met het CDA willen we het bedrag proberen veilig te stellen. Ook de door de wethouder genoemde 150.000 euro die nog beschikbaar is voor 2017 voor duurzaamheid willen we volgend jaar met de nieuw gekozen raad kunnen inzetten op duurzaamheid. En ik denk dat het college daar best een tandje bij mag zetten als initiatievenmotor vanuit dit huis om dit op gang te brengen en natuurlijk te houden. En daar kunnen de duurzame dorpen uiteraard bij helpen. En wat ons betreft is de lijn van de PvdA om het wat veel breder te trekken naar diverse burgers, verenigingen, maatschappelijke instanties een goede weg. De initiatieven hoeven niet alleen bij de duurzame dorpen weg te komen. Bij de ChristenUnie zijn we het eens op het thema fietsveiligheid en zijn we blij met het onderzoek naar het knelpunt van de rondonde Kampmansweg, rondweg dat deze wordt gestart. En we zien graag de voorstellen van het college tegemoet en de nodige maatregelen. Ook de fietsnelwegen richting Zwolle van het CDA is zeker het onderzoek waard. En daar komen we straks nog op terug, maar dat zal aangekondigd worden door de heer Wildvang. En we zien hier dan ook graag een uitwerking van tegemoet. Met betrekking tot de eventuele verhoging van de toeristenbelasting zijn we het met de wethouder eens om voorlopig op het huidige tarief dit te blijven handhaven. Want we willen natuurlijk reuring in onze gemeente. En als we de tarieven direct wel weer verhogen, dan blijft dat achter. Zoals bekend is, zijn we een voorstander van het openblijven van onze consultatiebureaus. En we hebben dan ook sympathiek betoog voor de ChristenUnie om de consultatiebureaus in Lemmerdeveld, Nieuw-Leusden en Haarsdalsen open te houden. En in het voorjaar van 2018 komt de wethouder met een voorstel betreffende consultatiebureaus. En ik heb inmiddels begrepen, iets voor 7:30 is er nog een motie ingediend. En die zal dan straks komen van de ChristenUnie. Dus daar zullen we straks op reageren.
Voorzitter, dat was onze gedachtegang. Dank u wel, meneer Raammaker. En u kondigde ook een amendement in. Heb ik dat goed? Ja. Zullen we dat gelijk in beeld doen dan? Raadsvergadering 6 en 9 november 2017. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 10 oktober 2017 in een gehoorde beraadslaging over de programmabegroting 2018-2021. Overwegende dat de ambities op het gebied van duurzaamheid moeten worden doorgezet zoals eerder besloten. En het niet verlagen van het budget ten koste gaat van het structurele begrotingssaldo. En overwegende dat burgers beter betrokken kunnen worden bij het onderhoud van openbaar groen in de woonwijk. En daarmee ook dekking gevonden kan worden voor de duurzaamheidsambities door het budget voor integraal beheer van de openbare ruimte IBOT te verlagen. Deze bijstelling niet ten koste mag gaan van het onderhoud van onze hoofdwegen in verband met veiligheid. Stelt de Raad voor te besluiten tot aanpassing van het onderdeel het bijstellen van de ambities op pagina 18. Aandachtstreepje 1, het budget voor de ambities op het gebied van duurzaamheid niet met 100.000 te verlagen. En 2, het budget voor integraal beheer van openbare ruimte IBOR te verlagen met 100.000 euro. En de indieners zijn mevrouw Rameman van het CDA en meneer Kleine-Koerkamp van gemeente Belangen. Dank u wel. Zijn er nog vragen ook van andere fracties naar aanleiding van de tweede termijn van gemeente Belangen of mogelijkerwijs de motie? Het amendement, neem niet kwalijk. Die zijn er niet? Nee? Wel, meneer Nijkamp? Is het de bedoeling om nu meteen al daar vragen over te stellen? Nee, lijkt me wel. Want die moest, dit is nu ingediend. Ja, het is wel heel erg vers, zeg maar, deze tekst. Het punt wat opvalt is dat er een uitruil plaatsvindt van duurzaamheidsbudget versus IBOR-budget. En de vraag die daarbij dan opkomt, of die ton korting op het IBOR-budget, of dat niet ten koste gaat van de veiligheid. Dat is in ieder geval wel het betoog geweest van de wethouder afgelopen maandag. Dat lijkt me wel een cruciaal punt in de discussie om dat boven tafel te krijgen. Nee, misschien kan de wethouder er straks op reageren dan en dat dit ook meenemen. Ik lees overigens wel het laatste punt dat veiligheid die norm moet blijven gehandhaafd. Heb ik dat goed gelezen in het amendement? Mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Dat is volgens mij de voorwaarde die geformuleerd is. Maar goed, goed dat de wethouder daar ook iets over zegt. Dan mag ik denk ik nu door voor de tweede termijn naar mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Hierbij onze reactie op datgene wat we afgelopen maandag besproken hebben. Ik doe dat opnieuw aan de hand van de drie genoemde thema's. Ieder mens stelt mee. Begin 2018 wordt de Raad een nieuwe nota aangeboden over het minima- en armoedebeleid. Wij omarmen de toezegging van de wethouder dat bij de vermogenstoets onroerend goed niet wordt meegenomen. Omdat dit tot problemen kan leiden bij ZZP'ers en ook bij agrarische ondernemers. Zij hebben veel stenen en grond, maar met moeite een boterham laat staan een belegde boterham. Dus daar willen we voorkomen als er sprake is van armoede. Met betrekking tot de schuldenstress heeft een wethouder toegezegd zich te gaan verdiepen in het initiatief van Hardenberg om de schuldenstress tegen te gaan. Door meerdere partijen is het openhouden van consultatiebureaus genoemd. Dit ondersteunen we van harte. Voor 2017 en 2018 en voor 2019 komt er een nieuw voorstel. Ook dan gaan we voor consultatie in de kennen. Echter, wij willen op dit moment niet vasthouden aan de gebouwen. De veranderingen gaan snel. Zie ook de ontwikkelingen rondom de voorschoolse en vroegschoolse educatie. Misschien is een bus op langere termijn langs de schoolhuizen en de cultuurhuizen wel een betere oplossing. Dus dat is maar om een voorbeeld te noemen. Dus wij vinden het consultatie dat het er is, dat het erg belangrijk is in de kern, maar het mag ook in andere vormen. Dus wij tekenen dan ook mee met de motie die door de ChristenUnie wordt ingediend. PvdA doet een voorstel om de 100.000 euro beschikbaar te stellen voor burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven ondersteunen wij van harte. Dat is ook de reden dat wij destijds de kansenpot in het leven hebben geroepen. Wij zijn nog steeds van mening dat dit een goed voorstel is geweest en hebben gevraagd dat het college ons informeert als de bodem van de kansenpot in zicht komt. Op dat moment kunnen we altijd nog besluiten of we dan kunnen aanvullen. Maar om er nu een tweede pot naast te zetten met hetzelfde doel, dat vinden wij alleen maar verwarrend.
De CDA-fractie is blij met de informatie dat de procedure met betrekking tot de GBLT simpeler wordt en de huidige bureaucratie wordt teruggedrongen voor alle doelgroepen zoals minima en statushouders. Kunsten op straat ondersteunen wij van harte en zoals afgesproken wordt gerolleerd in de grotere kernen. Alleen meerdere kernen betrokken laten zijn is een te mager uitgangspunt, vinden wij. En dan onze thema, we laten onze leefomgeving goed en liefst beter na aan onze kinderen. Duurzaamheid, zoals gezegd waren wij voorzichtig optimistisch over het uitvoeringsplan. Wij zijn dan ook steeds van mening dat hier meer moet gebeuren en houden dan ook vast aan ons voorstel. Vandaar dus ook het abonnement wat we net gezien hebben. Want dat de prestatie in 2017 niet geleverd is en er gelden doorgeschoven naar 2018 doet hier wat ons betreft niets op af. Wij zijn nog steeds van mening dat er middelen tegenover moeten staan. Dus nou ja, wat ik net al zei, deze motie voegt dat toe. Daar hoef ik denk ik ook niet zoveel meer over te zeggen. Wij zijn blij met het succes van de buurtbus. Wij zijn ook van mening dat dit niet een aanvulling is op bestaande openbaar vervoer en zeker geen vervanging. Met betrekking tot de fietssnelwegen vragen wij het college te gaan voor een integrale fietsvisie met een fietshoofdinfrastructuur. En ook dit is opgenomen in een motie die straks wordt ingediend door PvdA. Wij hebben nog een vraag aan D66 met betrekking tot de toelichting op de uitbreiding van het dorp Dalfsen. De vraag zit meer op het vlak van gunt de D66 onze jeugd geen plek in het dorp? Wil niet meer groen opofferen of wil de D66 niet het dorpse karakter? Wil je dat bewaren? Dus dat is even een vraag van wil je niet meer groen opofferen of het dorpse karakter? Want het laatste dat ondersteunen we wel. Aan de andere kant, wij vinden wel dat de woningbouw moet zijn voor de jeugd. Zodat de kernen ook leefbaar blijven. Even kijken. Nou, CDA-fractie is blij om te horen dat dat hij groei op het industrieterrein in Limburgveld mogelijk wil blijven maken. En natuurlijk ben ik daar persoonlijk als Limburgvelder heel erg content mee. En dan ons punt, natuurlijk met een gezonde financiële basis. We hebben gesproken over het onderzoek van Berenschot. Wij willen het college meegeven openstaan voor gemeentes die het beter doen. Dus op onderzoek uitgaan wat de gemeente Dalfsen kan daar vast iets van leren en kijken waar we nog kunnen verbeteren. Blijkbaar heeft het CDA een lastige vraag gesteld hoe het gaat met het reserveren van middelen voor vervanging van gebouwen. Hier krijgen wij nog antwoord op. Nou, wij zijn erg nieuwsgierig naar de uitkomst. Wij vinden het een goede gedachte dat de trouwlocaties in Nieuw-Leuzen behouden blijven. Wanneer het pand zou kunnen worden verhuurd om extra middelen te genereren, dan ondersteunen wij dat van harte. Het versneld kostendekken maken van het thuisbezorgen van documenten ondersteunen wij niet. Juist die groep die daar gebruik van maakt zijn inwoners of ouderen of inwoners die minder mobiel zijn. Dan zou juist die meer kosten op hun gaan, meer lasten voor hun worden en dat vinden wij niet acceptabel. En verder zijn we akkoord met de belastingverordening en de verhoging van de afvalstoffenheffing. Tot zover. Dank u wel. Deze burgemeester constateert dat u allen vrij veel met elkaar heeft afgestemd. Dus ik heb ook het gevoel dat ik in een vergadering zit die ik wel moet voorzitten, maar ik heb geen idee waar het over gaat. Maar u weet het allemaal schijnbaar wel. En dat is goed. Hè? Dus als we daardoor efficiënt kunnen vergaderen, ben ik daar blij mee. Maar nogmaals, als ik dus af en toe rondkijk en denk waar gaat het over, dan is dat dus ook gewoon voor de mensen thuis oprecht zo. Ik heb geen idee waar het over gaat. Maar ik heb wel begrepen dat u geen motie indient. U heeft al een heleboel moties aangekondigd. Namelijk die van de Partij van de Arbeid, van de ChristenUnie en nog andere. Maar u dient hem zelf niet in. Die heeft u mede ondertekend. Oké, dus u maakt het inderdaad echt spannend. En u heeft meneer Royak eens een vraag gesteld. Maar die neemt u straks denk ik in zijn reactie gewoon mee. Iemand anders nog inhoudelijk naar aanleiding van het betoog van mevrouw Ramerman. Dat u ongetwijfeld al kende voordat u deze ruimte binnenkwam. Ja, je kunt je eigenlijk buitengesloten voelen. Nee, is niet zo. Meneer Rooijakkers, alstublieft. Tijdens de eerste sessie van afgelopen maandag is door verschillende partijen ook gesproken over de formatievoorstellen van het college. En nou hebben de twee grootste partijen aan het woord gehad, maar ik heb nog geen reactie gehoord wat ze daar nou van vinden. Of dat ze, zeg maar, onverkort de voorstellen van het college gaan volgen. Of dat ze daar een andere invulling aan willen geven. En mevrouw Ramerman, ik heb u daar wel iets over horen zeggen. Dus misschien kunt u dat nog een keer zeggen.
Wij gaan akkoord met het voorstel, alleen we geven wel het advies mee om toch met de gemeentes die het nog beter doen als ons in gesprek te gaan om te kijken waar we nog van kunnen leren. Meneer Raamaker, neemt u mee. Ik sluit me bij die wijze woorden. Daarmee is die vraag beantwoord, denk ik, meneer Rooijakkers. Mag ik naar meneer Nijkamp toe van de ChristenUnie? Dank u wel, voorzitter. Ik wou beginnen om even langs elk der partijen te gaan om in ieder geval een overbruggingspunt te benoemen. En ik begin dan maar bij gemeentebelangen. Plezierig lezen dat de gezamenlijke attentie op de ontwikkelkosten van de jeugdzorg ons gezamenlijke punt ook is. Echt een belangrijk punt voor de komende jaren. CDA, blij dat het snelfietspad, hoe zeg je dat? Nou, de volgorde moet ik me even over hebben. De F340, dat ook inderdaad in uw stukken stond. PvdA, ook dat fietspad natuurlijk, want dat is een bekend punt van u. Maar tegelijkertijd ook een interessante gedachte over die coöperaties. Waarbij wij ook nog niet helemaal bevroeden van welk probleem er precies nou achter schuil gaat, of dat probleem er is. En tegelijkertijd triggert wel het idee om eens na te denken over van, zou je een coöperatie hier in de zorg ook een rol kunnen geven? Dus om dat mee te nemen in de transitiediscussie, dat zouden wij een prima gedachte vinden. D66, ook een bekend punt denk ik, aandringen om die PM-posten toch eens wat meer inzichtelijker te maken. Dat is een gedachte die wij ook graag ondersteunen. En de VVD die zit ook zeker op de lijn van beheersing van de bedrijfsvoering en alles wat daar omheen zit. Dus het werken met die indicatoren, daar zijn we nog niet waar we wezen willen. En dat zijn we ook eens en dat vergt ook nog wel wat aandacht om daar de komende tijd wat op te verbeteren. Dan ten aanzien van duurzaamheid. Nou, we verschillen niet met gemeentebelangen en CDA dat we die ton niet willen korten. Dus dat deel van het... Wat was dat? Amendement, hè? Ja. Amendement, daar zijn we het niet over oneens. De dekking daarvan is nog wel een punt. Omdat we gewoon ook nog niet overtuigd zijn van het feit dat dit zomaar straffeloos kan. En we hebben ook zelf nagedacht en ook al in onze eerste ronde aangegeven waar we denken eventueel dekking te vinden. Daar kom ik zo nog op terug. Over de consultatiebureaus is het antwoord van het college erg procesmatig geweest. Maar we denken dat het goed is om ook vanuit de raad ook een inhoudelijke koers mee te geven. Nou, die is net al door twee voorgangers geformuleerd en daar willen we straks ook een motie voor indienen. Dan een aantal toezeggingen genoteerd en ik hoop dat ik die dan ook goed genoteerd heb, namelijk uitvoering stedenbouwkundig plan. Het enige van de oostelijke entree, dus dat is positief. Dan vervolgens, als het gaat over de fietsveiligheid van die rotonde, ook daar wordt serieus aan gewerkt. En volgend jaar zien we daar ook een voorstel. Wij hebben wel gepleit voor scenario's en die zouden we ook wel graag nog even bij de wethouder willen verifiëren of hij die ook ziet. Dan prioritering handhaving hondenbeleid, die hebben we ook genoteerd als toezegging. Meetbaarheid en integrale veiligheid. Meneer Rijkman, mag ik u even onderbreken? Ja, tuurlijk. Want u noteert nu allemaal toezeggingen, dat is toch echt niet uw taak. De griffier noteert toezeggingen en dat betekent dat elke toezegging die u nu noteert, daarvan wil ik echt van de wethouders ook horen dat ze die gedaan hebben. Want anders gaat u de orde van de vergadering bepalen. Dus maar dat was mijn afsluitende vraag ook. Ja, het akkoord. Die heb ik genoteerd en ik wou wel graag weten of dat terecht genoteerd is. Oké, prima. Dus alle wethouders, heel erg goed opletten. Want een toezegging is pas een toezegging als u gezegd heeft dat het toewerkt. Gezegd. Nou, ik heb er wel vertrouwen in, want het stond uiteindelijk wel in de schriftelijke stukken van het college. Meenemen van oplossingen administratieve lasten jeugdzorg en een voorstel volgend jaar voor de egalisatiereserve. Dan ten aanzien van een aantal dekkingselementen, toeristenbelasting hebben wij ook al genoemd. Het merkwaardige feit doet zich voor dat de toeristenbelasting eigenlijk jaar in jaar uit gewoon op hetzelfde niveau zit, terwijl de andere gemeentelijke belastingen gewoon keurig meegaan met de trend. Ons voorstel is om dat ook voor de toeristenbelasting te doen. We zullen daar ook een amendement voor indienen, samen met de VVD. En natuurlijk, je kunt daar nog allerlei varianten op bedenken, maar in ieder geval is dat een soort fundamentele koppeling, ook net zoals de andere
belastingen. Kostendekkendheid bezorgen documenten. Ik moet inderdaad bekennen dat we die geïnterpreteerd hebben uit de verkeerde tabel. Hij stond in een andere tabel, want het is een keuzemogelijkheid die het college had aangereikt. Dus in die zin is die wat minder aan de orde op dit moment, want die willen we ook niet voorstellen als zodanig. Maar wat we wel gezegd willen hebben is dat het college overwoog om überhaupt die hele service af te schaffen. Nou, dan heb je maar één mogelijkheid, dat is namelijk hier naartoe komen. Dan zouden wij er eerder voor kiezen om na te denken over kostendekkendheid, want dan heb je altijd nog een keuze. Dus in die zin zijn we nog niet toe aan het idee om het helemaal af te schaffen. Passage over contactpunten aan de Vecht, met dank voor de aanduiding waar dat nou concreet staat. Die hebben we gevonden in de structuurvisie buitengebied. Prima. Tegelijkertijd hebben we toch in de afgelopen 2 jaar diverse keren aanleiding gevonden om daar een vraag of een opmerking over te maken. Omdat het blijkbaar in de formulering, zoals het college die bezigt, niet altijd evident is dat het ook bedoeld wordt. En er zijn ook voorstellen geweest die daar aanleiding toe geven. Dan de formatieve knelpunten. We hebben vandaag weer 2 rapporten gekregen. Dus we hebben er nu 4. En eigenlijk weten we niet wat we daar nou over moeten zeggen. Want het is wel heel erg veel informatie. Maar als je nou zegt van, nou is het ook klip en klaar dat we dat op die en die manier moeten doen. Nee. Je kunt ook een hele andere redenering daar op loslaten. Ik geef 1 voorbeeld. In 1 van de rapporten, en dat heet medewerkers tevreden onderzoek, wordt juist neergezet dat de efficiëntie in de organisatie heel laag is. Nou, dan kun je wel meer mensen bijzetten, maar lost dat nou het probleem op? Dat is de vraag die ons bezighoudt. En eigenlijk kunnen we gewoon helemaal geen uitsluitsel geven over dit voorstel. Dan, even kijken. Dan gaat het over de kunsten op straat. Op zich een prachtig evenement. Ik denk dat iedereen daarvan kan genieten. Er ligt nu een voorstel om dat structureel te ondersteunen voor 15.000 euro per jaar. We hebben ook zitten zoeken naar dekkingsmiddelen voor die ton voor duurzaamheid. Dus zijn we ook daar uitgekomen. Maar er is een tweede reden om dat te noemen. Het structureel ondersteunen van dit evenement is namelijk tegen het vastgestelde beleid van de cultuurnota. Daar hebben we met elkaar unaniem besloten dat dit soort evenementen nooit structureel ondersteund zullen gaan worden. Het risico wat je hiermee ook loopt is dat er een zekere dood in de pot komt op het moment dat je dat structureel doet. En wat dat betreft is die cultuurnota wel heel helder. Die roept op naar innovatie en vernieuwing ook van evenementen. Oftewel, moeten we dan ook kunsten op straat niet onder die noemer gaan plaatsen, oproepen om vooral creatief te zijn op de onderscheiden elementen die ze dan zouden moeten invullen. En dus ook onder dat innovatiebudget beoordelen. Daar hebben we ook een amendement voor in gedachten. Tot zover onze bijdrage in 2e ronde. Zullen we gelijk de amendementen en motie, ik geloof 2 amendementen en 1 motie als ik het goed gehoord heb. Hè? Zullen we gelijk even in beeld brengen? Vindt u dat goed? Laten we beginnen met de amendementen. Voorzitter, is dit ook de nummering? Want we hebben er zoveel, dan kan ik gelijk meenummeren. Ik heb geen idee hoeveel u heeft, dat zei ik straks al. Griffier, is dit de nummering? Het amendement 2 is de toeristenbelasting. We beginnen met amendement 2, dan hebben we ook de nummering te pakken. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 10 oktober 2017... gehoord de beraadslagingen over de programmabegroting 2018-2021, overwegende dat wensen van de Raad niet geheel binnen de begroting te financieren zijn, de toeristenbelasting sinds 2012 qua tarief onveranderd is gebleven, de overige gemeentelijke belastingen zoals onder andere OZB, hondenbelasting, precariobelasting, rioolaansluitingsrecht, jaarlijks trendmatig worden verhoogd, de gemeente ook zorg draagt voor de nodige voorzieningen en activiteiten voor toeristen, stelt de Raad voor te besluiten om de toeristenbelasting vanaf nu ook trendmatig aan te passen. En dit impliceert een verhoging van 1% voor 2018. En de inleiders zijn de heer Nijkamp van de ChristenUnie en de heer Veldhuis van de VVD. Dat is amendement met volgnummer 2. En dan gaan we
naar amendement 3. Misschien dat u de toelichting ook nog even kan toelichten of voorlezen. Oh, toelichting. Er is geen reden om deze belastingsoort niet te betrekken in de trendmatige aanpassing. Het door het college gegeven argument voor verhoging geldt ook voor de overige belastingen. Dat dit een direct effect heeft. Het aantal overnachtingen lijkt onwaarschijnlijk. Toeristenbelasting is een marginaal deel van de totale kosten van overnachting. Door sinds 2012 niet de trendmatige aanpassing te hebben doorgevoerd, hebben we inmiddels al een substantiële achterstand opgelopen in opbrengsten. En correctie ineens over de afgelopen jaar is ook te overwegen. En dan nu naar amendement 2. 3 dus, nummer 3, 2 van de ChristenUnie. Ondergetekende lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen dient voor een amendement ingelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 10 oktober 2017. En gehoord de beraadslagingen over het programma begroting 2018-2021. Overwegende dat wensen van de Raad niet geheel binnen de begroting te financieren zijn, door het college voorgestelde structurele financiering niet bijdraagt aan de sluitende begroting. Het cultuurbeleid 2017-2020, schatkamer van Dalfsen, ruimte voor initiatief aangeeft dat we evenementen niet structureel steunen, maar als uitgangspunt kennen dat evenementen zelfstandig kunnen bestaan. Op deze wijze ontwikkeling en vernieuwing wordt gestimuleerd. Kunst op straat en waardevolle evenementen binnen de gemeente Dalfsen dat bij voorkeur zich blijft ontwikkelen, stelt de Raad voor te besluiten om geen structureel budget toe te kennen aan kunst op straat, maar hiervoor het bestaande beleid van het innovatiebudget op toepassing te verklaren. En de indiener is de heer Nijkamp, ChristenUnie, en de toelichting letterlijke tekst cultuurbeleid, schatkamer van Dalfsen, ruimte voor initiatief. Samenvatting, dubbele punt, evenementen. Evenementen in een gemeente worden vanuit het nieuwe cultuurbeleid niet structureel ondersteund, maar krijgen de mogelijkheid om voor specifieke ontwikkelingen of projecten een aanvraag te doen binnen het innovatiebudget voor vernieuwende activiteiten of ontwikkelingen. In relatie tot de voorliggende keuzes is bij deze begroting vinden wij het jaarlijks budget van 40.000 euro plus 15.000 euro overdadig. En dat laatste was niet uit de cultuurnota, maar was de overweging van de indiener zelf. En dan ga ik naar motie 1. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in. Gehoord de beraadslagingen over het programmabegroting 2018-2021 en de toezeggingen van de wethouder om medio 2018 te komen met een voorstel met betrekking tot de handhaving van de consultatiebureaus in Leeuwenveld en Nieuw-Leuzen. Overwegende dat het in het kader van preventie en vroegsignalering van belang is dat consultatiebureaus laagdrempelig en goed bereikbaar zijn, mensen in kwetsbare situaties als eerste wegblijven wanneer voorzieningen moeilijker te bereiken zijn en consultatiebureaus bijdragen aan een goede en bereikbare zorg voor ouderen en kinderen, spreekt uit dat de diensten van een consultatiebureau beschikbaar moeten blijven in Leeuwenveld en Nieuw-Leuzen en verzoekt het college bij de planvorming rond de consultatiebureaus de uitgangspunten van de raad richtinggevend te laten zijn. En de indieners zijn mevrouw Lasse, de heer Kappert, mevrouw Kappert, neem me niet kwalijk, mevrouw Kappert, van gemeentebelangen, de heer Wildvank van de Partij van de Arbeid, de heer Veldhuis van de VVD, mevrouw Rameman van het CDA en de heer Royakkers van D66. En ben ik toch? Ja. Oké, dat waren de in te dienen moties. Daar komen straks reacties op van de wethouders, maar misschien nu nog toelichtende vragen vanuit u, meneer Royakkers, D66. Ik heb een vraag over de toeristenbelasting. Want daar ben ik even het spoor bijster, want u geeft in de toelichting ook nog de optie om het dan in één keer maar te verhogen. En persoonlijk zou ik er niet voor zijn om moties hier aan te nemen om 1 of 2 cent te verhogen. Dat vind ik echt centenwerk. Dan ben ik er wel voor om in één keer die achterstand in te halen. En anders vind ik dat we er helemaal niet, dat we het gewoon moeten laten. Want ik vind voor 1 of 2 cent ga ik niet stemmen. Dan... Dat was het toeristenbelasting. Ja, Royakkers, strikt formeel, u heeft wel een stemplicht, hè? Dat weet u. Nou, ik kan even naar de wc gaan. Hè? Ja, zou ik niet goed vinden. Maar, en de tweede is de consultatiebureaus, daar sta ik mijn naam onder, maar dat was omdat we niet specifiek over de hardware hebben gehad, van het gebouw wat in stand moet blijven, maar dat we de diensten in stand houden. Op die manier, zodat we in de toekomst nog flexibel daarop in kunnen gaan, hè? Voor alle duidelijkheid. Oké, dankjewel. Meneer Nijkamp knikt instemmend bij deze toelichting van de heer Royakkers. Dat zag ik tenminste. Ten aanzien van de consultatiebureaus is dat volgens mij de feitelijke tekst ook, hoor. Dus volgens mij verschillen we daar niet van mening. Ja. Begrijp ik. Ten aanzien van de centenkwestie, dat is ook precies wel even het punt wat speelt, hè. Je kunt kijken naar absolute opbrengsten. Overigens, als we gewoon vanaf 2012 hadden geïndexeerd, hadden we nu toch al een paar jaar ook dat evenement kunnen steunen. Ik bedoel, zo tikt dat dan wel door.
Let op, hè. Dus als je het even doorrekent, dan kom je op dat soort bedragen wel uit. Ja, je kunt overwegen om het alsnog in één keer gelijk te trekken. Overigens gelijk trekken, volgens mij zijn de andere Veghel-gemeenten ook niet op één niveau. Maar volgens mij zit daar ook nog wat verschil tussen. Maar het gaat hier ook om uiteindelijk het principe van waarom laten we tot nu toe de toeristenbelasting buiten de trendmatige aanpassing. En die correctie zou je in ieder geval kunnen doorvoeren. En ja, dat levert in eerste instantie niet zoveel op. Dat ben ik helemaal met u eens. Het gaat ook om het principe. Dank u wel. Is dat voldoende voor wat betreft de inbreng vanuit de ChristenUnie? Meneer Wildfang, Partij van de Arbeid, mag ik u uitnodigen? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank in eerste instantie voor de vlotte toezending van de reactie van het college. Daarmee bedank ik ook even de Griffie voor hun inspanning daarbij. De antwoorden van de kant van het college waren vlot en duidelijk. We zijn het er misschien niet altijd mee eens, maar ze waren er. En dus de mening daarover doet er niet aan af. Ik loop in eerste instantie even langs de reactie van vragen die we zelf hadden gesteld. En hier en daar raak ik ook even de inbreng van de collega's. Nou, mooi te horen en te lezen dat het college inderdaad op inzet dat, zoals wij het even hebben genoemd, people management wat meer voorop komt te staan. Wij steunen dat van harte. Over het onderwerp zorg en dan meer in het bijzonder het punt waarvan wij denken dat er een gat bestaat tussen gemeente en markt, gemeente en verzekeraar. Daar kan je inderdaad een avond over vullen, zoals meneer Aartslag ook zei. En dat gaat dan inderdaad over die corporaties, hè, zoals de ChristenUnie even aanhaalde. En de wethouder is voorshands van oordeel dat de gemeente ook in staat zou moeten zijn die benodigde zorg te leveren. Nou, dat deel ik niet helemaal. Maar ik lees ook de opmerking dat we wellicht bij de kadernode transformatie hierover kunnen doorpraten. En dat duid ik dan maar even positief als een bereidheidsverklaring. En dat vind ik erg mooi, dus we zullen hem daar de gelegene tijd aan helpen herinneren. Wat betreft de opening van de consultatiebureaus, nou, zat het een en ander over gezegd. ChristenUnie heeft daar een motie over ingediend, daar kunnen we van harte mee instemmen. Ik had inderdaad, ik vind het wel iets een afzwakking van wat ik zelf liefst gezien had, dat het toch ook wel wat harder neergezet was, dat het fysiek in die twee kernen zou moeten zijn. Maar ik begrijp dat dit op dit moment de haalbare of de begaanbare weg is, dan stem ik er graag mee in. Het onderwerp openbaar onderwijs is voor ons duidelijk een wat groter punt van zorg dan voor de wethouder. Al ben ik er overigens wel van overtuigd dat hij er met de goede intenties in zit, daarover geen twijfel. Voorzans is het voor ons hiermee voldoende, maar we gaan het onderwerp wel een beetje op de voet volgen. Ja, en dan openbaar vervoer. Het is volstrekt duidelijk dat we daar echt anders in zitten dan de wethouder. Met een wat stekelige opmerking over het vervoeren van lucht als niet duurzame methode, laat dit toch ook wel weer wat doorschemeren, niet helemaal open te staan voor de suggestie die we doen. Zelfs niet als die suggestie alleen maar is een oproep om wat meer actief met de provincie op te trekken op dit onderwerp. Wat dat betreft ben ik ook wel blij met de opmerking vanuit het CDA dat buurtbussen wel heel goed zijn, maar geen vervanging opleveren van het reguliere openbaar vervoer. Even een korte reactie op de beantwoording van vraag 11 van het CDA. Een vraag die wij zelf ook al eens eerder gesteld hebben. Dat gaat over de subsidies voor verenigingen. Het college stelt dat haar niet bekend is dat er verenigingen in de problemen zijn gekomen of het niet eens zijn met de hoogte van de subsidie. Dat laatste wil ik allemaal wel geloven, zeker als je er niet naar vraagt. Maar het voelt nog steeds als wat onrechtvaardig dat de bezuinigingen die destijds zijn doorgevoerd, ook bij die kleine vereniging, wordt gehandhaafd. Terwijl er op allerlei andere onderwerpen, waar destijds ook op bezuinigd is, meer ruimte wordt geboden. Dus ik steun nog steeds de in de eerste instantie gestelde vraag door het CDA. Ik sluit me ook aan bij de ChristenUnie wat betreft de reactie op het amendement van het CDA gemeentebelangen. Of die duurzaamheidscomponent zijn we direct eens. De dekking, daar zie ik ook al een beetje tegenop, maar daar komen we misschien straks nog wel even op. De toeristenbelasting reageer ik ook maar direct even op. Ja, 0,85 cent levert die 1% op. Ik zou er meer voor zijn om dat toch gewoon maar bij tijd en wijle even wat substantiëler op te hogen, als je dan vindt dat het opgehoogd moet worden. En ik vind het ook wat ongemakkelijk om nu het onderwerp kunst op straat weer door te halen, weg te halen uit de begroting, maar we hebben er ongeveer een paar maanden geleden ingefietst. En om dat nou nu weer uit te halen voelt wat ongemakkelijk. Het is een prachtig evenement, daar zijn we het kennelijk allemaal over eens. Principieel is er misschien ook wel wat voor te zeggen, maar het evenement is me iets te waardevol om nu de financiële zekerheid die het heeft er weer onderuit te halen. En tenslotte hebben we nog een tweetal moties en een amendement voorbereid. Die zien op een aantal van de vragen die we hebben gesteld. Eentje heeft betrekking op de mate waarin en de manier waarop inwoners van de gemeente Dalfsen mee profiteren van grootschalige opwekking van energie.
En dan gaat het over het punt dat we daar graag een kader geformuleerd willen zien. De tweede is erop gericht op het fietsen in de gemeente Dalfsen. Daar ga ik niet meer over zeggen, want dat komt zo wel. En de derde gaat over de uitbreiding van de kansenpot. Om daar enerzijds wat bredere uitwerking aan te geven. En dus wat meer body ook aan te geven met meer geld. Dus niet zozeer een pot ernaast, wat net even gezegd werd. Maar veel meer dezelfde pot, beter gevuld voor een bredere toepassing. Moet ik gelijk een beeld brengen, meneer Wildvank? Eerst een amendement, graag. En dan zitten we op amendement 4. Ondergetekende lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen dient het volgende amendement in. Gehoord het antwoord van de wethouder, waarbij hij aangeeft een toewijzing van het budget voor burgerinitiatieven niet te kunnen honoreren, overwegende dat de indiener van mening is dat de participatie vanuit burgers en lokale organisaties meer dan nu het geval is, ruimte moet krijgen voor de ontwikkeling van initiatieven, spreekt uit dat wordt geconstateerd dat er in een lokale organisatie zoals de Duurzame Dorpen, maar ook initiatieven in het sociaal domein, veel energie zit, dat de gemeente die initiatieven ruimhartig moet ondersteunen, stelt de raad voor aanvullend te besluiten een bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de kansenpot en lasten van het meerjarig begrotingssaldo, daarbij de huidige doelstelling te verbreden naar het faciliteren van de ontwikkeling van initiatieven vanuit burgers en lokale organisaties, en het college opdracht te geven dit nader uit te werken en de raad hierover te informeren. En de indiener is de heer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dan de toelichting. Tot nu toe wordt er relatief weinig beroep gedaan op de kansenpot, zeker in relatie tot de decentralisatie. Dat is opmerkelijk, omdat landelijk bezien burgerinitiatieven gericht op zorg en ondersteuning in de opmars zijn. Het sluit ook goed aan bij de verandering in de samenleving waarbij inwoners verantwoordelijkheid nemen voor en met elkaar. En om die redenen wilden de indieners het doel beter en ruimer omschrijven, opdat voor iedereen duidelijk is waarop bij het opzetten van een burgerinitiatief een beroep op kan worden gedaan. En dan heb ik nog een amendement, geloof ik, hè? Moties vanaf nu. Wordt motie 2. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in. Gehoord de antwoorden van de wethouder op de vraag met betrekking tot projecten op het gebied van energieopwekking, overwegende dat de indiener van mening is dat projecten met betrekking tot opwekking van energie in de gemeente Dalfsen bij voorkeur voor en door Dalfsenaren ondernomen worden, onze gemeenschap in voldoende mate mee moet profiteren dan wel gecompenseerd worden, spreekt uit dat een kader wordt geformuleerd waarbij initiatiefnemers op dit terrein worden uitgenodigd en zo nodig worden gedwongen om bewoners al in een vroeg stadium bij de projectontwikkeling te betrekken, verzoekt het college ervoor zorg te dragen dat er in 2018 een voorstel komt waarin een kader wordt vastgelegd waarbij wordt bepaald dat de inwoners van de gemeente Dalfsen meedelen in de opbrengst bij grootschalige energieopwekking zoals zon, wind en biomassa binnen de gemeente Dalfsen. De indieners, de heer Wildvank, Partij van de Arbeid, de heer Veldhuis, VVD, de heer Rooijakkers, D66 en de heer Raammaker, gemeenteplannen. Dan hebben we nog motie 3. Ondergetekende leden van de Raad van de gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in. Overwegende dat er al bijna 2 jaar lang een brede werkgroep van staten en raadsleden uit het Vechtdal aan het werk is om de aanleg van een kwalitatief hoogwaardige fietsroute voor route, verder KHF, tussen Zwolle en Haarlemberg te stimuleren. Het realiseren van een fietssnelweg langs het spoor, ons punt op de horizon blijft, maar de verbouwing van de N340 op korte termijn realistischere kansen biedt om de fietsveiligheid tussen Zwolle en Dalfsen te verbeteren. Er door de verbouwing van de N340 Zwolle-Varsse en de ombouw van de N34 Wittepaal-Hardenberg en verder naar een veilige autoweg er kansen zijn voor verbeteringen in de richting van een KHF. Het totale tracé van Zwolle tot Hardenberg, zowel N340 als N34, is voorzien van parallelwegen. De parallelweg, oude N340 Aranje-Wittepaal, al grotendeels is ingericht als KHF. In het voorjaar van 2016 de provincie Overijssel het koersdocument fiets heeft vastgesteld, waarin duidelijk ruimte en geld beschikbaar is gesteld voor de ondersteuning bij de aanleg van KHF. De afgelopen winter gemeentes hun fietsroutes en planning aan de provincie hebben geleverd en de provincie nu bezig is het fietskernnet en de secundaire routes in te delen. En de werkzaamheden rond de N34 weer de Paal-Drentse grens inmiddels zijn gestart en de N340 plannen Zwolle-Varsse de aanbesteding naderen. Spreekt uit dat verbetering van de fietsrotte Zwolle-Haarlemberg past in het gemeentelijk beleid om Dalfsen vanuit de windstreken ook per fiets beter en bereikbaar te maken.
klimaat- en gezondheidsdoelen ook meer haalbaar worden als mensen voor school, werk, toeristisch verkeer minder de auto en meer de fiets gaan kiezen. En verzoekt het college genoemde kansen voor meer KHF-achtige inrichting van de zuidelijke parallelweg langs de N340. Vanaf de aansluiting vanaf de gemeentegrens met Zwolle tot aan de gemeentegrens met Zwolle, om het te benutten. En bij het college van gedeputeerde staat van Overijssel op aan te dringen de coördinatie van dit gemeentegrensoverschrijdend project op zich te nemen. En de komende periode aan de slag te gaan met een integrale fietsvisie en fietshoofdinfrastructuur. Zodat er bij onderhoud of andere aanpassingen een goed onderliggend plan klaar ligt. En op deze manier kunnen we er voor de langere termijn naartoe werken dat er gedegen fietspaden liggen binnen de gehele gemeente Dalfsen. Waar al onze inwoners op een veilige, gezonde en duurzame manier gebruik van kunnen maken. En dit alles voor de scholieren, woonwerk en het recreatief verkeer op de fiets. En de indieners zijn de heer Wildvank van de Partij van de Arbeid, Veldhuis VVD, Rameman CDA, Hooyakkers D66 en Raammaker gemeente. En ik hoop dat er geen toelichting aan en ik ga straks bij de stemming alleen maar de besluitregels voorlezen. Dat zeg ik nu alvast. Hebben we nog een motie? Dit was hem. Dit was hem. Hij staat op band. Dank u wel. Iemand nog richting de heer Wildvank? Of richting de moties? Niet? Mag dan meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb goed nieuws. Ik heb geen moties en amendementen die u moet voorlezen. En ik heb nog steeds vertrouwen in de toekomst. Het motto van mijn inbreng in de eerste termijn. Daarbij werd Nico toegestaan om te reageren op de inbreng van het college en kon niet gediscussieerd worden, misschien vandaag wel. En ik ben ook voldoende uitgedaagd door verschillende partijen. De burgemeester allereerst stelde dat D66 een aanvullend onderzoek naar de werkdruk zou willen. Dat heb ik niet gevraagd. Ik heb gevraagd, zoals het CDA ook heeft gedaan, om bij andere gemeenten die het op onderdelen slimmer of goedkoper doen te kijken wat we er kunnen leren. Helaas heb ik de twee rapporten die u hebt toegestuurd niet kunnen lezen, omdat ik tot een uurtje of zo geleden gewoon op reis ben geweest. Maar de irritatie van uw kant, die begrijp ik wel. Ik ga er ook van uit dat de zaken goed bekeken zijn en dat er hoge werkdruk is op sommige afdelingen. Echter, van de kant van de raad bekeken, van mij, toen we over de resultaten van de verbouwing en de globale organisatiestructuur 3 jaar geleden gepresenteerd kregen, werd ons duidelijk gemaakt, dit is slechts ter informatie. De raad gaat niet over de organisatie. Dat heb ik goed onthouden. En nog steeds heb ik geen inzicht in de precieze organisatiestructuur en de bezetting. Maar we moeten wel geld ter beschikking stellen voor meer personeel. Dat irriteert bij mij dus. En dat er ergens wat bij moet aan bezetting, dat snap ik. Maar ik kan het ergens anders dan niet een tandje minder. En dat kunnen wij niet beoordelen. Dus ik snap dat u geïrriteerd bent dus van, vertrouw je ons dan niet dat we het goed bekeken hebben. Maar u hebt ons nadrukkelijk gezegd, bemoei je er niet mee. Maar we moeten wel geld geven. Dat klopt volgens mij niet. Dan ten aanzien van Rova-rente merk ik op dat deze boven de marktprijs is. Een soort verkapt dividend. Dat evenals het gewone dividend in de pot afvalkosten zou moeten en niet in de algemene middelen. Over mijn opmerking ten aanzien van de aanzienlijk lagere verbrandingstarieven heb ik nog geen antwoord gehad. En verder ben ik het niet eens met de agendering van het revolverend duurzaamheidsfonds voor de volgende raad. Deze motie van D66 is in november 2016 al aangenomen en moet nu niet opnieuw op de lange baan geschoven worden. Dan heeft de CDA me ook behoorlijk uitgedacht ten aanzien van mijn opmerking over de bouwplannen voor het dorp Dalfsen. Soms is het zo dat je iets helder moet stellen om ook discussie uit te lokken. Want wat we niet willen is klakkeloos voor groei gaan. Want er werd gesteld dat Dalfsen een groeigemeente is. Maar dat is toch ook een keuze? En je hebt toch ook een keuze waar je wil groeien in de gemeente? Nou, natuurlijk ben ik er wel voor dat onze eigen jeugd in het dorp of in de verschillende dorpen kan blijven wonen. Maar dat wil niet zeggen dat er allemaal weer nieuw gebouwd moet worden. Maar dat hoeft ook niet te betekenen dat we alle mooie buitengebieden van het dorp Dalfsen moeten opofferen. Ik denk dat we daar wel gewoon heel goed over na moeten denken. Voordat we
daartoe besluiten. Dan was een ander punt van het CDA, daar ga ik ook nog even op in, dat het geen automatisme moet zijn dat afgeschreven gebouwen worden vervangen of dat daar iets mee gebeurt. En ja, ik voeg daar ook maar aan toe inventaris. En als iets nog bruikbaar is, zou ik zeggen gewoon doorgaan met gebruiken, eventueel na een opklapbeurt. Doen we thuis ook. Dan de ChristenUnie heeft mij gevraagd om nog in te gaan op wat integrale afweging en lange termijn perspectief. Dat doe ik graag. Dat was ik al van plan trouwens. Ik had het voorbeeld van de spil genoemd. En daar is van de kant van het college eigenlijk niet op ingegaan. Wat ik in mijn eerste termijn vrij uitgebreid heb genoemd. Maar ik heb nog wel een paar andere voorbeelden waar je over zou kunnen discussiëren. Bijvoorbeeld een weg of een fietspad in asfalt of beton uitrusten. Dat kan op termijn van 40, 50 jaar best goedkoper zijn om dat in beton te doen, als je dat integraal gaat berekenen. Maar misschien wil je gewoon maar de helft van het bedrag investeren en dan over 20 jaar verder kijken. En als je een gezin hebt en je ziet een prachtig fornuis van 3000 euro, maar dan heb je geen geld meer voor een koelkast en een vaatwasser, dan neem je misschien een fornuis van 1000 euro en dan kun je alle drie kopen. En dan kun je weer 10 of 15 jaar vooruit. Over de inkomsten van het grondbedrijf hebben we het ook gehad. 18 tot 20 miljoen, hè, meneer Kleine Koerkamp, we hoeven niet over een paar ton meer of minder te discussiëren. Maar dat gaat in de komende 8 tot 10 jaar onze kant op komen. En die moet je dan wel meenemen, vind ik, in een financieel perspectief. Evenals een raming van de investeringen in grote projecten. Ook van zaken als de centrumvisie Dalfsen. Ik weet dat dat lastig is in ambtelijke omgevingen. Maar dergelijke grote projecten kun je ook opsplitsen en prioritiseren. En ik vind dat je ze moet ramen. Want met een idee kun je dan ontwikkelen over de wijze van financiering op langere termijn ook. Wat ga je uit reserves halen? Wat ga je lenen? Welke cashflow krijg je in de gemeente? Dat we niet maar verwarrend hebben dat we zeggen, ja, maar we kunt dat die 10 tot 20 miljoen kunnen niet gebruiken, want misschien moet je weer nieuwe gronden aankopen. Dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Want het een is winst en het ander is cash. Dus ik ben dus van mening dat je dat moet doen. Inzicht in de cashflow over de komende jaren en je plannen. Al was het alleen maar om te zien hoe lang je polsstok is en dat je gezonde keuzes kunt maken. Ik weet niet of dat het antwoord is, meneer Nijkamp, maar ik zal er dan verder ook over ophouden. En misschien niet nu, maar ik denk dat wel dat we daar binnenkort een goede discussie over moeten voeren. En ik begrijp uit de bijdrage in de eerste termijn ook van het CDA en de Partij van de Arbeid dat ze mijn pleidooi voor de integrale afweging op lange termijn wel zullen steunen. En ja, ik had ook nog een reactie van het college verwacht om kritisch te kijken naar kleine inkomstenposten. Zoals de door mij genoemde hondenbelasting in relatie tot de ambtelijke kosten voor inning en handhaving. En er zijn waarschijnlijk nog een paar wat meer van dat soort kleine postjes. Dat je zegt van nou, moeten we daar ambtelijke tijd aan besteden, kunnen we die niet beter besteden. En ik ben ook blij dat dat ambtelijk met het GBLT de vrijstellingen proactief worden bepaald. Minder bureaucratie, altijd goed. Dat betekent ook dat de vrijwilligers van vluchtelingenwerk daar minder tijd aan kwijt zijn en hun kostbare tijd aan de echte begeleiding kunnen besteden. Opmerking van het CDA over de schuldenstress sta ik helemaal achter en ik sluit niet uit dat als ik volgend jaar niet meer in uw raad aanwezig ben, dat ik me dan als vrijwilliger ga aanmelden om daar te proberen wat aan te doen bij sommige mensen. Dan kom ik op, wij hadden geen moties en amendementen, maar ik wilde ook dat ik wat van zeg. Wij zullen als mede-ondertekenaar een indienen van een aantal moties optreden, zoals de fietssnelwegen, energieopwekking, duurzaamheid. En we gaan het amendement over de burgerparticipatie steunen. Dat heb ik in mijn eerste termijn ook al genoemd als een belangrijk punt voor D66. Dan de consultatiebureaus, idem. Het amendement voor kunst op straat zal ik absoluut niet steunen. Ik vind dat de ChristenUnie toch een beetje negatief doet over het belang van cultuur en kunst. En de toeristenbelasting ben ik gewoon voor van of je doet niks of je maakt er een euro van. Ik zei per ongeluk nog bijna een gulden. Maakt er een euro van. En dan overleg je gewoon van tijd tot tijd met de andere gemeenten in het Vechtdal van wat doen we.
Gaan we het verhogen of laten we het nog een tijdje op een euro? Of gaan we naar 1,5 euro of 1,10 euro? Laten we nou alsjeblieft niet met, met die halve cent beginnen. Dus dat was denk ik mijn bijdrage. Ik denk niet dat ik moties of amendementen heb vergeten. Ja? Ja, het is nog niet klaar. U krijgt nog een maar die hebben we nog niet gehoord. Nee, die, die komt er. Ja. Nee, maar ook, u krijgt straks nog alle ruimte om ook te reageren naar aanleiding van de inbreng van de wethouders en mijzelf. Hm? Waarom? Ja, mag ik nog even reageren over het bouwen voor de jeugd en nieuwbouw? Want we hebben een mooie woonvisie. Volgens mij hebben we er uitgebreid over gesproken. Dus volgens mij hebben we daar wel een visie in. Ja, dat is ook heel goed. Maar dat duurt nog wel een jaartje of 7, 8, 9 totdat we vol zijn gebouwd. Dus ik heb het schot voor de boeg. We moeten over een jaar of 5, 6 moeten we denk ik weer een nieuwe woonvisie bedenken met elkaar. Maar ik... Ja, dank u wel. Het was niet een beeld, maar u keek elkaar vriendelijk aan. Dus ik geloof dat u in principe op één lijn zit. Meneer Nijkamp. Ja, even de aanleiding van de bijdrage van de heer Rooijakkers. Wij hadden geen vraag gesteld over die integrale planning aan u. We hadden alleen gezegd van, wij kunnen ons wel vinden in de gedachte dat dat een belangrijk element is. Dus in die zin verschillen we daar niet echt van mening. We verschillen wel van mening als het gaat over of wij kunst en cultuur wel of niet waarderen. Want u geeft aan dat wij daar hele kritische opmerkingen over hebben. Maar ik ben juist begonnen om te zeggen van, dat is juist een prachtig evenement. Volgens mij vindt iedereen dat hier. Maar daar zit ook niet de pijn. Er zijn twee argumenten om dit onderwerp wel ter discussie te stellen. En één is, we zoeken dekking. En wij denken dat op zich het onderbrengen onder een ander financieringspotje daar een oplossing voor is. Althans een deel van de oplossing. En twee, ik vind wel dat we ons eigen besluit als raad ook serieus moeten nemen. Dus als wij nog geen jaar geleden zeggen, dit soort evenementen ondersteunen wij niet structureel. Dat staat echt in de cultuurnota. En dan vervolgens nu eigenlijk niet eens het argument benoemen. U stapt daar eigenlijk blijkbaar zo overheen. Dat is toch wat vreemd. Dus wij willen wel gewoon ook het beleid wat is vastgesteld, dat willen we wel graag nakomen. En als je dat nou ook met elkaar weet te combineren, kun je ook zeggen van oké, laat dan ook kunst op straten, wat op zich een prachtig evenement is, laat zich dat ook ontwikkelen. Geef ze de trigger om ook innovatief te zijn. Want dat is de bedoeling van het innovatiebudget. Dus in die zin, ik kan me niet helemaal vinden in de duiding dat wij negatief ten aanzien van cultuur en kunst zijn. Integendeel. Ja, meneer Rooijakkers, wil ik nog wel even de gelegenheid geven. Misschien was ik een beetje kort door de bocht. Excuus daarvoor. Maar ik zou het dus niet erg vinden om iets meer geld voor kunst en cultuur uit te trekken. Maar uw argument over die notitie, die kan ik me ook wel voorstellen. Oké, dank u wel. Overigens heeft de heer Wildfang er denk ik wel terecht op gewezen dat dit opgenomen is in begroting op nadrukkelijk verzoek van de raad. Daar was de raad nogal uitgesproken in. Dus als de raad daar nu anders over denkt, dan kan dat. Maar het college is gewoon braaf geweest. Dit punt. Mag ik naar meneer Veldhuis, VVD? Zeker, voorzitter. Dank u wel. Allereerst hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. Ik denk dat onze vragen goed beantwoord zijn. Ik heb drie punten die ik wil inbrengen. En twee daarvan hebben betrekking op een motie die wij in stemming willen brengen. Ik begin eens even bij duurzaamheid. Zoals we afgelopen maandag al hebben aangegeven, maken wij gewoon grotere zorgen over de duurzaamheidsdoelstellingen die wij gesteld hebben in Dalsen, of we die gaan halen. We hebben heel lang gedaan om tot het beleid te komen. En het uitvoeringsplan is enkele weken terug vastgesteld. En de door ons belangrijk gevonden participatie blijkt toch wel wat lastig van de grond te komen. We hebben hier iets te repareren, denken we. Nou gaf de wethouder de afgelopen maandag aan dat het mogelijk is om 1,5 ton uit een potje van 2017 eventueel over te hevelen, als incidenteel geld als ik het goed begrijp, naar 2018, wat we dan ook kunnen gebruiken. Zit ik wel even iets af te vragen hier. Als we de voorgestelde ombuiging van een ton niet uitvoeren, maar gewoon laten staan,
En daarbovenop deze 1,5 ton zetten om de opgelopen achterstand op duurzaamheid in te lopen. Is dat realistisch? Met andere woorden, is het met de huidige bezetting uit te voeren of is dat niet realistisch? Wat is dan wel realistisch? Dat is nog even een vraag die wij hebben naar aanleiding hiervan. Dan knelpunten ten aanzien van de formatieve bezetting. Als eerste de aanlevering. We hebben de aanlevering vanmiddag ontvangen, maar nog onvoldoende tijd gehad om hier grondig naar te kijken. Dat vinden we jammer. We hadden dat graag wat eerder ontvangen, gisteren bijvoorbeeld al. Maar wat we wel zien, we hebben het even vluchtig doorgescand, we zien in één keer een andere benchmark komen, die van INM en partners. En dat vonden we wat verwarrend overkomen, want waar moeten we nu vanuit gaan? En een eerste scan van het medewerkerstevredenheidsonderzoek leert ons ook, en dat kwam de ChristenUnie, die constateerde dat ook al, dat alle indicatoren die staan op een 7, behalve efficiëntie. En bij het vitaliteitsonderzoek staat onder het kopje werkdruk en stress dat 9% dit als matig ervaart en niemand als onvoldoende. Dan zou je een eerste hele voorzichtige conclusie kunnen trekken, dat we op efficiëntie eerst nog wat te doen hebben en dat stress en werkdruk eventueel wel mee zou vallen. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat die conclusie zou je trekken als je het medewerkerstevredenheidsonderzoek even vluchtig doorleest daarop. Nogmaals, we hebben nog niet grondig doorgekeken, maar dat was wel even waar we aan zaten te denken. Dan kom ik richting onze eerste motie en die heeft ook hiermee te maken. Havenbeheer. Maandag vertelde de burgemeester ons dat een deel van de formatieve knelpunten nodig zal zijn voor het havenbeheer. Als ik in de begroting kijk, dan zien we dat de kosten hiervoor ruim 54.000 euro zijn en de opbrengst ruim 8.000 euro. Met de gevraagde uitbreiding worden die kosten dus nog hoger. Hoe hoog weten we niet. De vraag die bij ons opkomt is of kosten en baten dan nog wel in verhouding tot elkaar staan. En daar willen we graag antwoord op hebben. We begrijpen ook dat hier kwalitatieve baten in meegenomen moeten worden, zoals het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vandaar dat wij een drietal vragen hebben. Wat zijn de lasten en baten na honorering van het verzoek tot extra formatie? En welke kwalitatieve baten worden dan behaald? En tot slot, welke consequenties zitten aan het eventueel sluiten van de haven of de havenfunctie? Daarom hebben we een motie voorbereid met daarin de vraag aan het college om hier onderzoek naar te doen. Niet om antwoord op te geven of de haven wel of niet te sluiten, dat kunnen we later doen. Maar we moeten eerst brongegevens hebben. We moeten eerst kijken van waar we voor staan. Nou, hoe nu verder? Dat is een lastige situatie voor ons op ten aanzien van het onderwerp van de formatieve knelpunten. We roepen het college op om beter inzichtig te maken hoe de feitelijke werkdruk is in de organisatie. Volgens ons is dit echt mogelijk. Op basis van wat er nu ligt kunnen we moeilijk een goed besluit nemen. We doen het op basis van gevoel en aannames. En in wezen doet u dat zelf ook, want u heeft ook geen goede onderbouwing. Een afdeling weet wat de formatie is, wat de beschikbare uren zijn en wat de output is. En op basis daarvan moet het toch wel eenvoudig zijn om werkdruk inzichtelijk te maken. Een andere optie zou eventueel tijdschrijven zijn. Dat is natuurlijk iets wat vloeken in de kerk soms is. Maar ja, dat gebeurt in veel organisaties en bij heel veel gemeentes. Al doe je het tijdelijk om dat inzicht te krijgen. Dan de hondenbelasting. We hebben maandag al aangegeven dat we twijfelen aan nut en noodzaak van de hondenbelasting. De belasting is willekeurig. Een hond veroorzaakt overlast, maar een kat bijvoorbeeld ook. Hondeneigenaren zien we dat ze steeds beter de poep opruimen. Daarnaast is het zo dat in steeds meer gemeentes de hondenbelasting afgeschaft wordt. In 2016 waren het er 131. Toch zal de handhaving op dit terrein nodig blijven. Dat begrijpen we ook. Want met de afschaffen van de hondenbelasting verdwijnt de handhaving niet. En we zullen dat toch wel moeten controleren. We vinden ook dat we stevig in mogen zetten op hondenbezitters die niet meewerken aan het opruimen van de hondenpoep. Boetes hiervoor mogen wat ons betreft verhoogd worden. Om tot het besluit te komen of afschaffing hiervoor dat ze realistisch is, moeten we inzicht krijgen in de consequenties van zo'n besluit. Vandaar ook een motie die het college oproept om dit te onderzoeken. Nou, dan de moties van, die allemaal langs zijn gekomen. Duurzaamheid, daar gaan wij mee akkoord. De doelstellingen rond duurzaamheid dreigen anders niet gehaald te worden. Wat ons betreft is het gas geven aan de slag. Dat hebben we ook al vaker geroepen. En indien mogelijk ook de incidentele middelen die overblijven van 2017 hieraan toevoegen. De motie van ChristenUnie, consultatiebureaus, is wat ons betreft ook akkoord.
Voorzieningen in de kernen zijn van belang. En nou ja, daar willen we graag bij aansluiten. De motie van PvdA voor de fietsroutes zijn wat ons betreft ook akkoord. Ja, wij vinden het ook belangrijk om hieruit te gaan werken vanuit de integrale visie. Dus vinden we ook prima. De motie kader grootschalige energieopwekking zijn we ook akkoord mee. Voor een deel gebeurt het al wel, maar het is goed om dat via motie nog een keer goed te verduidelijken. Verder zijn hier ook heldere kaders nodig. En door het betrekken van de omwonenden van Dalfsen bij grootschalige energieopwekking voorkom je volgens ons ook weerstand aan de voorkant, zoveel mogelijk. En het geeft ook een eerlijke verdeling van de lusten en lasten van dit soort projecten. Dan de verruiming van de kansenpot. Daar gaan we niet mee akkoord. We hebben sinds vorig jaar de kansenpot. Ja, we hebben zoiets laten hier eerst, dit eerst een kans geven. Kans voor de kansenpot, ja. Toeristenbelasting, daar gaan we mee akkoord. Want het gaat om het volgen van de trend. Dat doen we bij andere belastingen ook. Dus is het logisch om die gelijk te trekken. En ik snap dat het centenwerk is. En de mogelijkheid om, dat is een kwestie van invulling volgens mij, of je dat nou periodiek gaat doen of niet. Maar de trend volgen is wel heel erg belangrijk hierin. Kunststof op straat. Ja, daar heb ik even over na moeten denken. En ik wil zeker ook niet de hele kunst op straat ter discussie stellen. Daar hebben we lang over gezegd dat we dat allemaal heel belangrijk vinden. We zien er ook veel mensen op afkomen. Maar het is wel belangrijk, ik sluit me aan bij de ChristenUnie, dat ze zeggen van het beleid dat we hebben vastgesteld daarin, moeten we wel volgen. Dus daarin kunnen we wel de motie van de ChristenUnie ondersteunen. Nou, dat waren volgens mij alle moties. Dank u wel. Twee moties zelf, hè, geloof ik. Meneer Rameman, meneer Raammaker. Ik heb nog even een vraag aan de VVD. U hebt het over de haven willen sluiten. Nou, de haven die heeft al zo'n lange discussie in het verleden gehad. Die is nou net op orde en optimaal. Er staat een mooi havengebouwtje bij. Dus de reuring aan het waterfront. En nou zegt u, als ik dat goed gehoord heb, we willen de haven sluiten. Is dat juist? Dat is niet juist. Het kan een mogelijke uitkomst zijn van dat onderzoek. Dat weet ik nog niet hoe we daarin staan. Ik wil meer informatie daarover hebben. Vandaar ook de vraag om dat uit te zoeken. Maar het gaat op voorhand wil ik niet zeggen, we gaan de haven sluiten of niet. Of op een andere manier invulling aangeven of wat dan ook. U heeft daar ook een motie over, geloof ik, hè? Nou, zullen we die dan gewoon even, dan moet ik die gaan voorlezen. Dan weten we ook precies wat u wilt voorstellen. Raadsvergadering, neem niet kwalijk. De raadsvergadering, 6 en 9 november 2017, ondergetekende lid van de gemeente Dalfsen, dient de volgende motie in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 10 oktober 2017, en gehoord de beraadslagingen over de programmabegroting 2018-2021. Overwegende dat inzicht wenselijk is in het havenbeheer, uit de programmabegroting blijkt dat de kostendekkendheid 15,8% is. Het college extra formatie nodig zegt te hebben voor het havenbeheer en beheer. Spreekt uit dat het voor de ondertekenaars niet duidelijk is waarom extra formatie voor havenbeheer nodig is. De consequenties voor de kostendekkendheid onvoldoende duidelijk zijn. En verzoekt het college om onderzoek te doen naar de kwalitatieve baten en financiële baten en lasten van het havenbeheer. En daarbij inzicht te geven in de consequenties van het eventueel niet honoreren van het verzoek van extra formatie. En daarbij inzicht te geven in de consequenties als de raad zou besluiten niet langer een haven te willen hebben. En de gemeenteraad hierover te rapporteren voor de behandeling van de perspectiefnota 2018. En de indiener is de heer Veldhuis van de VVD, heb ik een toelichting? Geen toelichting, oké. En dan hebben we nog een tweede motie. Raadsvergadering 6 en 9 november. Overwegende dat hondeneigenaren in Dalfsen in 2017 48,35 euro belasting betalen voor een eerste hond en 63,65 euro voor elke volgende hond. En steeds meer gemeten de hondenbelasting. Afschaffen van hondenbelasting een willekeurige belasting is. Van hondeneigenaren geëist wordt dat ze zelf de hondenpoep opruimen. Handhaving hiervan nodig zal blijven. Spreekt uit dat afschaffing van de hondenbelasting tot de mogelijkheden behoort. Na de onderbouwing nodig is en verzoekt het college te onderzoeken of het mogelijk is om de hondenbelasting af te schaffen en hiervan de consequenties in beeld te brengen. En daarbij ook te bekijken of de boetes voor het niet opruimen van hondenpoep verhoogd kunnen of moeten worden. En de gemeenteraad hiervoor de behandeling van de perspectiefnota 2019 over te rapporteren. En de indieners, de heer Gerrit-Jan Veldhuis, VVD, en Johan Wildvank van de Partij van de Arbeid. Geen toelichting ook niet? Oké, prima. Heb ik alles op tafel liggen, wat er op tafel gelegd moest worden?
Ik kijk even rond. Is dat zo? Ja? Mag ik dan, meneer Royakkers? Ja, persoonlijk zou ik graag eerst wachten totdat het college hier commentaar op geeft op een paar van die dingen, voordat ik zelf... Lijkt me ook heel goed. Nee, volgens mij moeten we dat doen. Volgens mij hebben we nu alles op tafel van uw kant. En ik stel voor dat we schorsen, CQ pauzeren. Voor u een pauze misschien, dat weet ik niet. Maar voor het college in ieder geval een schorsing. En dat we dan ook even ons kunnen beraden naar aanleiding van alle amendementen en moties die zijn ingediend. Ik kijk even naar de klok. Het is nu... Zullen we het tot 9 uur doen? Zullen we kijken of dat lukt? Dat is erg ambitieus, 22 minuten. Maar volgens mij kunnen wij dat. We gaan het gewoon proberen. 9 uur, mocht u niet redden, dan laat ik het u weten. Ik schors de vergadering tot 9 uur. Agenda punt 3, belastingverordeningen 2018. Ik breng me gelijk in stemming als u het goed vindt. Voorstel vast te stellen de verordening hondenbelasting 2018. Verordening lijkbezorgingsrechten 2018. Verordening precariobelasting 2018. Verordening toeristenbelasting 2018. En de verordening rioolaansluitingsrecht 2018. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dat bent u allemaal. Algemene agenda punt 4. Verhoging van de afvalstoffenheffing. Het voorstel is kennis te nemen van de notitie afvalstoffenheffing. In te stemmen met een verhoging van 15 euro in 2018. En 15 euro in 2019 en 6 euro in 2020. 3. In te stemmen met een verhoging van het ledigingstarief restafvallen in de ondergrondse container met 37 cent vanaf 2018. En de financiële gevolgen te verwerken in de jaarbegroting 2018-2021 en de verordening afvalstoffenheffing 2018. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dat bent u allemaal. Voorzitter, ja? We gaan wel akkoord, maar we hebben nog een stemverklaring hierbij. Neem me niet kwalijk, u wilt graag een stemverklaring. En luidt als volgt. We zien dat ook het tarief moet worden bijgesteld om de kostendekkendheid te waarborgen. En daar gaan we mee akkoord. Maar we het college verzoeken om nadrukkelijk in te zetten op deze kosten zo laag mogelijk te houden. En we vragen u met de ROVA hierover in gesprek te gaan. Het resultaat van ROVA is in 2016 met 50% gestegen ten opzichte van 2015. Kort door de bocht, als aandeelhouder hebben we liever lagere kosten voor de burger dan een hogere dividenduitkering. Dankjewel. Dat is een stemverklaring. Niet het begin van een nieuwe discussie. Meneer Royakkers, heeft u behoefte aan een stemverklaring? Nou ja, je kunt ook zeggen, mijn inbreng in eerste en tweede termijn kan dienen als stemverklaring. En daarom ga ik tegenstemmen. Oké, helder punt. Mag ik hem dan nu in stemming brengen? Ik kijk even rond. Ja? Ik had hem voorgelezen, hè? Dan breng ik hem nu in stemming. Wie van u is daar tegen? Dat is de heer Royakkers van D66. Alle overige leden zijn ervoor. Dan is hij aangenomen. Dan ga ik nu naar de sluiting. Voordat ik naar de sluiting ga, wil ik u allemaal bedanken voor uw inbreng. Ik wil u vooral bedanken. Ik maakte er wat grapjes over aan het begin van de avond. Dat u allerlei onderontjes had gehad en dat ik geen idee had wat dat had opgeleverd. Maar ik wil u vooral bedanken voor het feit dat u dat gedaan heeft. Dat u geprobeerd heeft om voorafgaand aan deze vergadering bij elkaar steun te vinden voor moties en amendementen. En op die manier, dat brengt orde in de vergadering, denk ik. En daardoor kan die ook op een beetje nette tijd worden afgerond. Maar ik denk dat het ook echt een veel effectievere manier van vergaderen is. Want als u een meerderheid weet te vinden op een punt, dan maakt u het punt. En als u het meerderheid niet weet te krijgen, dan maakt u het punt niet. Dus ik wil u daarvoor bedanken en ik wil u daar ook mee feliciteren. Wat u zich ongetwijfeld ook heeft gerealiseerd is dat het niet alleen maar uw laatste begroting is, maar het is ook de laatste begroting van het college. En ik wil de collega's samen met de ambtelijke organisatie danken voor de wijze waarop ze dit hebben voorbereid. En weet u, u moet met elkaar soebatten, maar dat moeten zij natuurlijk ook. Hè? Dus u denkt dat het hier wordt uitonderhandeld, maar dat gebeurt al veel eerder. Op een andere tafel, minstens zo heftig als dat hier gebeurt. Dus ik wil de collega's bedanken voor de professionele manier waarop dat gebeurd is. En we het uiteindelijk ook gewoon in volle gezamenlijkheid hier een begroting hebben kunnen neerleggen. Dus dank aan iedereen en ik sluit de vergadering. 5 minuten te laat.